Wat is het? Heb je een droge mond? Wordt best irritant! Ik twijfel er. Zo ontspannen op die achterkant. Wat goed. Zo, hoe bevalt het weer op de motor, meneer Stut? Alsof ik het gisteren nog gedaan heb. Nou, dat is heerlijk. Waarom heb ik een flitser aan staan? Oh, dat is mijn knipperlicht. Dat is dat lampje wat een beetje stuk aan het gaan is, zeg maar. Ja. Ik denk wel dat ik ergens nog een keer zal moeten tanken. Ah. Hoe bevalt het voor jou weer op de motor? Anders heerlijk. Heerlijk, kan niet anders zeggen. Ik ben wel blij dat ik nog niet zelf rijd. Die voet die protesteert toch wel enigszins, zeg maar, met bewegen. Maar voor de rest, heerlijk. Ah. Vrijheid. Wat is het? Heb je een droge mond? Nee, ik ga even kijken of hij reageert of het kauwgoms wakker waren. Hi. Ja, dames en heren, het kauwgom smakken. Ah! Dit intercomsysteem reageert zeg maar op geluiden die een bepaald volume hebben. Mijn camera registreert echter alles. Hè, dus die registreert de kleinste geluidjes. Dat hoor ik niet door mijn intercom heen. Als er dus iemand bij je zit die kauwgom zit te kauwen, dan staat dat wel op video. En als je iemand hebt, anders dan ik zelf, die best lang kauwgom kan kauwen, een hele motorrit lang, zullen we maar zeggen, dan zit je dus een hele motorrit lang te luisteren naar... Ja, en jullie horen dat filmpje zeg maar één keer. Ik doe voorkijken, grof stukje strijd halen, polijsten, nog een keer kijken. Nog een keer kijken, nog verder polijsten, muziekje eronder, eindresultaat luisteren. Nou, al met al, luister ik hem 8 keer, kijk ik hem 8 keer. Dat smakken, kan ik je vertellen. Wordt best irritant! Nee, dat is zachtjes uitgedrukt. Jezus Christus! Wat is je schat? Godzakken! Misschien moet jij even naar rechts gaan met je auto. Dank je. Misschien moet je even wat minder assertief rijden, Stuart. Jezus. Misschien moet je ook niet door rood gaan. Nee, dat is absoluut te fijn. De video ging best wel snel. Dus hier even een kleine recapitulatie van wat er gebeurt. Rood licht. Let op. Groen licht. Kijk naar een aantal auto's die dus nog op de kruising zijn. Ik begin hier zo'n beetje met optrekken. Let op, hè. 1, 2, 3. Die witte, die komt nu dus nog de kruising op. Die moet dus rood licht hebben gepakt. Bij mij is het al groen. En dan vervolgens, kijk, bijna aanrijding met die rode. Die toetert ook, die heb je horen toeteren. En dan, ja, ben ik met de motor best wel snel. Ja, en dan zit je er dus vrij kort achter. Deze stoplichten staan relatief strak afgesteld. En als je dus inderdaad net dat rode lichtje meepakt, dan heb je dus dit. Ja. Ik merk wel dat ik een beetje roestig ben. Ik ook, ben achterop zitten. Heel. Ik ga nog niet zo soepel mee in de bewegingen, maar dat komt goed. Een doorwaaijas. Yes. Ik heb een doorwaaibroek en mijn, mijn mesje ding. Helpt dit bij een val? Ik hoop het. Als ik verkeerd val, dan ben ik alsnog een deel van mijn arm kwijt, denk ik. Maar qua temperatuursbeleving is dit echt wel
die je van het. Ah, ik weet nog hoe je loers op je was de eerste rit dat je dat ding aan mocht. Oh, in Frankrijk. Zo! Oh, oh, oh. Toen had ik ook mijn doorwaaijas nog niet, namelijk. Nee, dat klopt ja. Zo! Oeh, de knetter. Ja, toen wou ik jou mijn doorwaaijas nog aan jou geven. Ja, heb ik aangehaald die rit. Nee, dat heb je niet gedaan volgens mij. Dat hele grote ding, ja zeker wel. Ja? Ja. Oh, ik dacht dat je hem niet aan had gehad. Nee. Dat wist ik niet meer. Maar goed, dat was al een stuk verbetering dan. Hallo? En zat gewoon in je t-shirt op de motorbaan? Nee, dat mag niet. Nee, maar... Maar ik heb wel een lange mouwen t-shirt aan vanwege het verbranden. Oh ja. Iets met ezel en steen en... tatoeage. Ja, tatoeage. Oh, oh jongens. Als ik het filmpje kan terugvinden, dan zal ik hem linken. Dan zal ik hem erboven zetten. Volgens mij staat hij gewoon online namelijk. Ja, ja, ja. Nou, dan zal ik hem erbij zetten. Dan kun je hem terugvinden. toen was mijn band versleten in Frankrijk. Maar wel nodig, die band toen. Volgens mij zijn we daar door dat hele kleine grindpaadje mee overgereden. Aha. Uh-huh. Toen zijn we op een gegeven moment gaan zitten en we dachten, is een beetje versleten. Is het niet goed, nee. Ah ja. Zeker, ja. Rijkswaterstaat. Ja, het is al... Zet het maar weer in de titel, dan krijg je wel views. Ja, dat is echt zo, ja. Oh, Rijkswaterstaat op de prio 1. Boink! Ik weet niet hoeveel tigduizend views. Oeh, it's bloody hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Ootje. Ootje? Oeh. Een ootje? Ik zei, dat is een ootje. Een ootje, oh. Ah, een bootje. Zo. Het is goed dat hij zo meteen lekker even uitpakt. Hallo. Ik ben Edi. Hi. Oh, kom op, watje. Huppakee. Ja, het is toch grappig hoe ook motorrijders naar je motor kijken. Ja, het is ook wel een bijzonder ding. Ja. Het is niet dat hij niet opvalt. Wat zeg je? Het is niet dat hij niet opvalt. Je moet je microfoon openkletsen, dan ben je verleerd. Ah ja, dat is waar, sorry. Ik zei, het is dus niet dat hij niet opvalt. Ja, nee, dat klopt. Zo. Ben. Yes! Woehoe! Oh jeetje, kijk eens, oranje! Oranje wat? Al die vlaggetjes hier. Oh, daar. Al die vlaggetjes hier. Auw! Waar? Relax, schatje! Ik ben altijd zo blij dat je zo duidelijk bent, hè, als we zeggen al die vlaggetjes hier. Waar? Nou, kijk eens. Daar! Dan zat je daar maar zomaar gewoon aan mijn camera. Ja. Wat? Ja! Als je jezelf niet terug hoort, dan hoor ik jou ook niet. Oké, okay, nou ik hoor mezelf zo. Ja, nou ja. Dus dat. Ja, snap je? Begrijp je dat met je botte hersens? We're back, honey. How are we? Yes. Where are we back then? We're back on track, my dear. Which track are we then? The track of constant insults and jokes at the expense of the other. Oh, is that so? Yes, indeed. So you're making jokes about me? Well, it depends upon me, yeah. Of course I am. Why? Because I can. Deze is weer duur. Ja. Oké.
bochtje om. Kom op, dames en heren. En we gooien hem om. En soepel. Ja hoor. Zo. Ik twijfelde. Hoe voelde je? Ja. Wat? Oh, ik mag niet. Serieus. Mij vergeet je... Excuse me. Ik zal jou even afpielen. Ah, eindelijk. Moet ik je tijd? Serieus? Spijt je net de kans, hè? Sjoejoejoe. Welke kant? Je hebt jezelf al afgepield. Oh, Jezus Christus. Gaat het, schatje? Ja, mijn liefje. Zo fijn. Zo ontspannen op die achterkant hier. Je moet voor de ook voorop komen zitten. Ja, nou. Kijk naar de muurtje. Ja. Oh, dat is niet helemaal handig. Gaat niet helemaal goed daar.